De dag van het herseninfarct zal Mariska nooit vergeten. Ik wilde hier wegrijden, belde ondertussen iemand, maar toen ik mijn naam wilde zeggen, kwam het er raar uit. Ik ging terug naar binnen en zei tegen Frans en de jongens dat ik me niet zo lekker voelde. Ik had het gevoel dat ik een dikke tong had, praten ging, maar het kostte me meer moeite. Het was voor de artsen niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. Ze vermoedden een allergische reactie, maar een dag later bleek de vork toch anders in de steel te steken. De volgende ochtend werd een MRI-scan gemaakt waarop ze zagen dat ik een herseninfarct had gehad, een afsluiting door een bloedpropje. Inmiddels had ik ook meer verschijnselen, mijn mond stond scheef en mijn ene arm was verlamd. Het gaat inmiddels al stukken beter met Maris. De vraag is of ze ooit nog wel de oude wordt. Maar 30 ballen hoog houden hoeft ook niet meer.